Goedemorgen iedereen. We zitten hier op Filmon, het internationale filmfestival. En ik zit hier met mijn gasten. Rohan en? Asmau. Ja, Rohan en Asmau. Zeg eens, wat vinden jullie zo leuk aan films? Ik vind leuk aan de films dat zo de filmpjes grappig zijn. En wat is er zo grappig? Heb je een voorbeeld? Wat is jouw favoriete grappige film bijvoorbeeld? Tom en Jerry. Tom en Jerry. Ik vind Tom en Jerry zelf ook grappig. En Asmau? Monster High. Monster High. Oké, okay. Ja. Dat vind ik ook wel een superleuke keuze. En vind je dat dan grappig of is dat een beetje eng voor jou? Een beetje grappig en een beetje eng. Ja. Oké. Okay. En zouden jullie ooit in de film willen meespelen of niet echt? Ik wil. Jij wil gewoon? Ja. Oké, en zou je dan een grappige rol willen of een enge rol? Een grappige. Een grappige rol. Ik kan me dat wel voorstellen. Jij lijkt me wel een grappige. En jij? Ja. Oké. Okay. Dan ga ik overgaan naar mijn volgende twee gasten. Dus dan gaan wij wisselen. Dankjewel om langs te komen, Rohan en Asmau. En dan mogen jullie nu terug naar het publiek gaan. Nee, ik moet nu weg. Ah, is het hier zo leuk? Wisselen. Ik zit hier met mijn twee volgende gasten. Je mag geen... Dus twee gasten. Wat is jouw naam? Kaloko en... Lou. Lou, wil je mijn microfoon zo houden? Ja, super. Kaloko en Lou. Wat vinden jullie zo leuk aan films? Als het die grappig is en wel een beetje eng. En wat vind jij zo leuk aan films? Tom en Jerry. Tom en Jerry. Dat hebben we al eerder gehoord vandaag. Dat is een heel goede keuze, vind ik ook grappig. En zouden jullie ooit in een film willen meespelen? Nee. Of misschien bij de techniek werken van een film? Ja, in de techniek wel een beetje. Ja, vind je dat leuk, techniek? Ja. Zoals wat? De camera's, of de lichten, of het geluid? Het geluid en, de camera's. Ja, dat vind ik ook leuk. Ik vind vooral het geluid leuk. En jij? Zou jij misschien ooit op een film willen werken? Als acteur of als spreker gelijk nu? Hakuna Matata. Nee? Dat is jammer. Maar vind je het leuk om te spreken zo in de microfoon? Hallo jongens. Ja. Oké, superfijn. Jongens, wat is jullie favoriete film? Woody. Woody, ja. Vertel eens. Oh nee, wat is jouw favoriete film? Ik heb er twee. Hoe? Ik heb er twee. Kan je een beetje luider zeggen? Ik heb er twee. Kapper twee. Dat ken ik niet, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik heb twee filmpjes. Twee? Oké, okay. Super interessant. Mijn favoriete film is... Monster High, vind ik een leuke film. Ja. We gaan ondertussen een nieuw wisseltje doen en ik ga mijn volgende twee gasten naar hier laten komen. Ik wil mijn gasten bedanken en tot hopelijk een volgende keer in de studio. Ja, en ondertussen zit ik hier met mijn Mohammed twee nieuwe gasten. Mohammed Yassin en... Alaina. Hele mooie naam, Alaina. Je mag jouw microfoon... Ik heb al een microfoon. Dat is een... Mijn naam is Effe, maar ik heb al een microfoon. Toch bedankt. Ik heb een vraag voor jullie. Ja? Wat vinden jullie zo leuk aan films? Kunnen jullie dat beschrijven? Niks. Ah, dat is jammer. En jij, Alaina? Interessante dingen zijn grappige dingen. Oké, wat is zo'n interessant ding? Kan je daar een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld, welke film vind jij interessant? Krietje, die vind ik leuk. De laatste draken. De laatste draken. Die heb ik nog niet gezien. Misschien moet ik die wel eens bekijken. En wat is jouw favoriete film, Mohammed Yassin? Niks. Ik heb geen favoriete film. Wat kijk je dan op de tv? Film leuk, grappig en actie. Oké. En wat kijk je op de tv als je tv kijkt? Soms dit net, nu. Maar straks, ik was altijd aan het kijken film, YouTuber en dat. Oké, super cool. En jij, wat vind jij leuk? Je mag blijven zitten, Mohammed Yassin. Het is straks aan hun beurt, aan de gasten hun beurt. En zouden jullie ooit in een film willen spelen? Nee. Oké, dat is jammer. Ja. Oké, zou je dan een grappige rol of wat voor rol zou je willen doen? In welke film zou jij heel graag willen meespelen? In alle films, dat vind ik leuk. Ik zou zelf niet zo graag in een film spelen. Ik sta hier liever achter de scherm. Ik wil jullie heel erg bedanken om langs te komen in mijn studio. Graag gedaan. En dan gaan we wisselen van gasten. Ja, wisselen. Ja, nu zijn we terug met twee nieuwe gasten. En ondertussen zit ik hier met... Deze. En... Maximilian. Goedemorgen of middag bijna, jongens. Ik heb vandaag een belangrijke vraag voor jullie. Misschien een beetje een moeilijke vraag. Maar wat vinden jullie zo leuk aan films? Films. Dus jij vindt het leuke dat jij vindt aan films zijn films.
Maximilian. Ook dat... dat die soms eng zijn. Oké, dus je hebt graag enge horrorfilms misschien een beetje. Of meer horror misschien. Waarom is dat zo leuk voor jou? Is dat omdat je daar zo actief van blijft? Of wat, kan je uitleggen wat je daar zo leuk aan vindt? Omdat ik dan denk dat, ja, dat het mij gaat doen verschieten. Ja, dus dan ben je zo de hele tijd alert. Is het dat? Ja, ja. Oké. En jij? Vind ik Kung Fu Panda leuk? Kung Fu Panda. Ja, zeg maar. Minions 4. Die heb je nog niet gezien, Minions 4. Maar die staat op tv al. Ja. Nog niet helemaal. Dat nog niet helemaal. Minions 4. Minions 4, die staat op. Is dat ook een van jouw favoriete films dan? Oké. En wat was jouw favoriete film? Kan je nog eens herhalen, alsjeblieft? In de microfoon? Je mag het in de microfoon zeggen, alsjeblieft. Minion 4 en Kung Fu Panda. Oké, super. En wat vind je daar zo leuk aan? Is dat omdat het grappig is? Is dat omdat dat... Het is grappig, het heeft heel veel actie. Zij doen zo... De minions doen soms domme dingen. Ja. Is dat een beetje zoals jou of totaal niet? Ja, ik ben een minion misschien. Je hebt wel een gele t-shirt aan. Je zou wel een minion kunnen zijn. Oké, dan wil ik mijn twee gasten nog eens bedanken. Maximilian. Welkom allemaal. Mijn lievelingsfilm is The Nightmare Before Christmas. Ah ja, sorry. Ami. Ja. Ah, en ondertussen zijn we al aangekomen bij onze laatste twee gasten van de dag. Heel jammer. Maar ik zit hier ondertussen met... Amin en... Sus. Je mag je naam eens zeggen. Yoshi. Yoshi en Amin. Ik heb een beetje een filosofische, misschien een moeilijk woord, maar een filosofische vraag voor jullie. Wat vinden jullie leuk aan films? Wat vind jij leuk aan films, Amin? Je mag het in de microfoon. Dat is grappig. En heb je daar een voorbeeld van? Zoals wat vind jij een heel grappige film? Ik weet het niet. Oké, dat is niet zo erg. En jij, Yoshi? Zeg eens. Grappige films. Je moet de microfoon eventjes stil houden terwijl je praat. Enge films. En heb je daar een voorbeeld van zo'n enge film? Huggy Wuggy. Is dat een echte film, Huggy Wuggy? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ah. Zeg eens, heb je daar geen voorbeeld van? Annabelle. Amai, dat is wel een heel enge film. En zouden jullie ooit in een film willen meewerken? Of aan een film willen meewerken. Zoals misschien technisch. Yes. Tuurlijk. Nee? Ook niet in de technische kant? Nee. Oh, dat is jammer. En jij, Yoshi? Natuurlijk. Zelfs ook in techniek. Ook in techniek. Dus jij zou willen acteren en techniek doen? Ja. Amai, dus je hebt veel talenten dan. Dan denk ik dat ik geen vragen meer heb voor jullie, jongens.